Hoi en welkom weer bij een nieuwe video. Ik ben Erik Peters. En vandaag gaan we lekker naar het pretpark toe. Jullie zien na het intro welk pretpark. Zo, en zoals jullie het al zagen, we zijn vandaag in Walibi Holland. Nou, het is echt een lange tijd dat ik hier ben geweest. Het werk staat allemaal met reserveringen. En we lopen nu eigenlijk al iets nieuws in. En dat is hier, Exotic heet het. Daar lopen we nou heen. We zijn hier niet vandaag met zomaar iemand, want we zijn met... Sven! Ja, van het kanaal Svenergy. Zeker een linkje in de beschrijving. Maar in ieder geval, we gaan even kijken hier naar de Rapid River, want ze hebben hier een nieuw thema gedeelte, Exotic. Ja. En gaan we even kijken. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd hoe het gaat zijn. Ik heb foto's gezien en het belooft wel veel, hoor. Ja, hier heb je al het deel van de Rapid River. Ze hebben alles met gravity aangepakt. Ja, dit vind ik wel jammer, die ingangspoort, dat die nog niet is aangepakt. Maar ja, ze hebben bijna alles aangepast. Ze hebben zelfs disco-toiletten. Maar ze hebben dat dan weer niet aangepast, die ingangspoort hier. Dat vind ik jammer. Of weggehaald, of niet aangepast. Ik zie er nou de nieuwe treinen van Condor. Ze zijn roze. Ik vind het een beetje vloeken. Ja, zoals je hier ziet, de Los Sombreros is ook helemaal aangepast. Deze heb ik ook ooit eens behandeld in een pretparknieuws video. Maar waar ik ervan vind, ja, ik vind het wel leuk gedaan. De kleuren zijn wel mooier. En ze hebben alles een beetje met mozaïek gedaan, lijkt net. Maar het ziet er wel leuk uit, toch? Ja, het ziet er prima uit, vind ik. Het is een verbetering. Alleen over de roze treinen moet ik nog even aan wennen van Condor. Ze gebruiken nou heel veel kleur. Het heeft er wel, ik denk dat het in de zomer nog mooier is, maar ik vind het wel een verbetering. Nou, sommige dingen, ja, weet je, mijn mening vind ik minder. Maar ja, al het al is wel een goede verbetering voor Walibi. Het meest waar ik benieuwd naar ben, zijn de partytoiletten. Nou, die zitten hier binnen in het restaurantje. Dus ja, gaan we gewoon even kijken hoe het daar is. Zo, en ze hebben nou vandaag een rode knop in de toiletten. En als ik daarop duw, gaat alles af en neer. Dit zie je in geen park, hè? Dit zie je alleen in Walibi, hè? Zo, oké, we hebben nou de toiletten gehad. Dadelijk zien we wel weer verder wat we gaan doen. Maar in ieder geval, eerst gaan we dadelijk naar Untamed. Daar hebben we een reservering voor. Dus kunnen we dadelijk in. En ja, daar hebben we zin in. Het is gewoon een prachtig baantje. Arms zie nooit iets tegen. Dus komt helemaal goed. En daar komt onze Sven aan, die doet er heel lang over. Die moet altijd weer op foto's en al. Nee, maar ik was even aan het kijken hoe lang Untamed nog is. Dat is nog 34 minuutjes. Oh, dan gaan we dus, gewoon even kijken wat we kunnen doen. Ja, we gaan daar gewoon eventjes naartoe, even de rest van het park zien. Ja, ik vind wildernis vind ik ook echt een goede aanwinst van Walibi. Ja, doe maar even, ja. Nee. Maar in ieder geval, Untamed is echt een goede aanwinst voor Walibi. Het heeft Walibi echt weer terug op de kaart gezet met deze attractie. En ja, het blijft een prachtding met alle ijzer en hout door elkaar heen. Gaat een paar keer over de kop en we mogen dadelijk al in de rij staan. Ja, we hebben daarvoor gereserveerd. Dus we kunnen dan eigenlijk bijna in één keer doorlopen. Dus dat is wel fijn. In ieder geval... Ja, we zijn er. We zijn er zeker. Yes, onze reservering is ingegaan en we lopen bij Untamed in de wachtrij. Kijk, ik vind dit altijd heel leuk. Dat Robin Hood stukje, dat zie je altijd nog net. Maar in ieder geval, we gaan in de beste achtbaan van Nederland, de Untamed, een arm sea coaster. Ja, waar heb ik er zin in? De onrides mochten we helaas niet filmen. Dat, ik weet niet waarom, maar dat wordt niet toegelaten. Kijk dan die hills. Ik heb echt zin in die airtime. In ieder geval, ik zie jullie dadelijk na de attractie, maar eerst nog even een paar shots. Zo, dan pakt Sven nog even zijn telefoon en gaan we even reserveren voor de volgende attractie, want dat moet natuurlijk wel reserveren in Walibi. Voor? We gaan denk ik even de express doen hierna. Het is wel 2 uur wachten. 2 uur? Zo, dat is wel lang, ja. Even kijken, wat valt mee? Condor valt mee, maar ja, of je dat wil. Anders doen we eerst even de Goliath. Ja, de hoogste achtbaan van Nederland. Die is 1 uur en 20 minuten. Ja, dat komt goed uit. Doen we Goliath, kijk. Ja, dan kunnen we hier reserveren. Oh. Stap in na 1 uur en 17 minuten. Oké. Okay. Nou. We hebben gereserveerd, dus dan kunnen we dadelijk na een Untamed weer verder. Maar misschien kunnen we nog een kleinere attractie, want je hoeft alleen maar te reserveren voor de achtbaan. En voor de Rapid Rip volgens mij. Maar dan kunnen we daar een kleinere attractie doen. En dan kunnen we daar gewoon weer instappen.
Dan zijn we uit de Untamed, het baantje, mijn favoriete baantje van Nederland. Ja, het blijkt maar weer, hij blijft zo smooth, airtime niet normaal en ik vind hem totaal beter dan Konda. Maar dat is mijn mening, ik weet niet wat jullie mening is, laat het vooral even achter in de comments. We gaan even kijken, want we moeten daar naar de Goliath en dan gaan we daar ook heen. We gaan even kijken wat we gaan doen. Waar staan we nou? Bij de kartbaan. Ja, een beetje de beruchte kartbaan eigenlijk, ja, wel, hè? Hij is flink berucht geworden, ja. Ja, hier is ooit een incident gebeurd met een meisje die met haar haren in de motor kwam. Die hadden ze niet goed vastgemaakt, die haren. In ieder geval, daar is uiteindelijk een rechtszaak over gekomen. Wat was eigenlijk de uitspraak? Volgens mij niet heel veel of zo, hè? Mocht niet meer open, volgens mij. Ja, maar dan waren ze sowieso al niet van plan, denk ik. Nee, denk het ook niet. Maar in ieder geval... Ja, ik hoop dat hij een keer weggaat en dat hier een mooie single rail komt. Ja. Of een andere coaster. Gewoon weer want, een AMC. Oh, er komt nog even de achtbaan langs. Kijk, ik weet niet of hij het ziet. Ja, bij mijn part, wat een ellende. Ik meen het serieus. Oranje, blauw, groen en dan roze. Nee, past op een, niet. Op een oranje en groene baan. Nee, dat past niet bij mij. Dat gaat er bij mij niet in. En dan komen we nou in het gebied de speedzone. Ik heb hem nog niet gezien. En wat ik nou zie, ja, er zijn flitsers. Ja, dat is wel leuk. Dit is de snelste achtbaan van Nederland. Dus ja, ik snap wel de speedzone, dat die zo heet. Nou, het ziet er al leuk uit. Yes, we gaan Goliath in. We zijn in de wachtrij. Het is echt een hekkenwerk wat hier allemaal staat. Als je zo ziet. Geen gekkenwerk, maar een hekkenwerk. Of zei je dat nou? Nee, ik zei hekkenwerk. Maar het is ook gekkenwerk hoor. Kijk dit dan. De sfeer is er wel echt helemaal doorweg. Ze hebben allemaal leuke logootjes, maar ja, daar blijft het ook bij. In ieder geval, we gaan Goliath doen. Echt wel veel zin in. We gaan even kijken wat we hierna kunnen gaan doen. Want dan moet je ook alweer gelijk reserveren, anders duurt het allemaal echt veel te lang. Ik ben niet al te positief over het reserveringssysteem. Je bent de hele tijd een beetje aan het rondlopen en te wachten op een ride. Ik sta toch liever in de wachtrij van de achtbaan. In ieder geval, we gaan er daar in. Zin in. Kijk, dan heb je gereserveerd, heb je al een uur gewacht. En dan baal ik het meest van dit, dat je nog steeds staat te wachten. Ja, vervelend. In ieder geval, we moeten denk ik nog steeds een kwartier, slash 20, misschien 25 minuten wachten. En dat is best wel redelijk wat als je al een uur hebt gewacht. Komen de Goliath uit? Ja, ik heb paraplu ook weggelegd, dus dat betekent dat het gewoon weer droog is. Yes! Het was gewoon droog. Ook in de Goliath was het droog, dus we hoeven niet ogen te knijpen. Het was een lekker baantje, hij is best wel ja, wat ouder geworden. Dat merk je trouwens wel, hoor. Dat hij wat ouder ja, is. Ja, hij is net wat stroever, maar het is niet heel hobbelig of zo. Nee, het is meer dat je het meer voelt dat hij een beetje meer, ja, minder glijdt over de baan. Maar het meer is een blijft een lekker baantje. Ja. Die kun je niet missen tijdens je dagje Walibi. Ja, in ieder geval, we hebben een reservering voor Express Platform 13. We gaan eerst even een rondje lopen. Want... Even langs Lost Gravity, toch? Ja. Ja, even langs dat plekje, Playland. Ja, Playland. Maar in ieder geval, daar is dus de planning. We moesten 1 uur en 3 kwartier in de virtuele wachtrij gaan wachten van de Express. Nou, dat is voor mij echt superveel, maar de tijd leek niet af te nemen. Dus dat gaan we maar doen. En daarna gaan we de El Condor in. Met roze karretjes, heel mannelijk. Ja. Zoals je ziet, dat was de nieuwe mascotte van het park. Hij is wat meer plusje geworden, een beetje wat pluiziger. Ja, ik weet niet of ik het mooier vind, maar het is wel een leuke toevoeging. Hij rijdt gewoon op een quad rond door het park, dus je ziet hem af en toe. We zijn nou bij Lost Gravity aangekomen. Ik vind hem van de buitenkant heel mooi eruit zien. Hij is nou helaas in storing, maar hij is toch wel niet zo vies. En geloof mij maar, dit baantje is niet meer zoals het was. Eerst was het juist heel smooth, heel leuk om te doen. Maar nu sla ik hem gewoon liever over. Klaar, ik ga hem niet meer doen vandaag, zeker niet. Maar we lopen wel even langs. Zo, dan lopen we Playland in. En Playland is eigenlijk de kidszone van Walibi. In deze zone hoef je echt niks te reserveren. Dat is positief. Of dat we iets gaan doen. Maar één attractie open, denk ik. Dan is de tweede. Is er maar één attractie open? Als het treintje open is, ga ik erin, hoor. Ja? Ja, hoe dan ook. Nou, maar dit is een prachtattractie. Ga jij maar een off-ride maken. Hey, volgens mij is die open. Wel? Belofte maakt schuld. Is die echt open? Ja. Nou, dan ga ik erin. Ja, is goed. Blijf jij hier? Ja, doe ik. Daar komt ons kleine kindje aan, hoor. Hey, dit is een topattractie. Dit is veel beter dan Lost Gravity. Ik moet dat niet zo hard zeggen hier, hè. Nee, dat is waar, dat is waar. Wat is er aan de hand? Mogen die baan wil je smeren? Wil je nog een rondje zijden nou? Nee. Ik moet eventjes naar de wc toe, want dit was toch zo heftig. Ja, hoe vond je Max Moritz? Ja, ik moet even...
Ik ga toch de volgende keer van Moritz, denk ik. Ja. Ah, ik moet wel zeggen, ik zei het net al tegen de kijker. Doe mij maar dit in plaats van Lost Gravity, joh. Ik moest echt meegaan. Ik heb iets gemist, denk ik. Ik moet... Ja, ja. Hey, jongen. Houdoe. Kom op, Sven. Ja, ja. Draai maar om. Wat een zak bij jou ook, top, hè. Top, hè. Hier verdien ik dus 50 euro per uur voor, hè. Helemaal... Ja, hij doet het niet. Lekker. Gefocust in zijn element. Wow. Ik hoorde dat de fontein praten, dus dat is altijd wel even leuk om te staan kijken. Nou, hij is weer flink bezig, dus dat is altijd wel leuk. En hij leuk ziet er weer mooi uit, hè? Hij heeft een verfbeurtje gehad. Ja, dat zie je ook wel goed. Dat verfbeurtje ziet er mooi uit, ja. Op Fenergy. Op wat voor ding is? Op Fenergy. En dat is? Een beste YouTube-kanaal van Nederland. En wat doe je dan op je energie? Ik ga onder andere naar... Gaat er kernenergie opwekken of zo? Ja, of, ja. Ik ga over een maandje naar Tsjernobyl. Kijk, ik kan het zien aan je kuif, hè. Oh. Daar ook wel recht overeind. Dan heb je letterlijk... Oh, ik doe even mijn mondkapje af. Nou, heb je letterlijk een heel rondje van mijn pretpark gelopen. Dan heb je echt, denk je, ja, nu we hebben zelfs nog een attractie erbij gedaan. Ja. Moeten we nog steeds 39 minuten wachten? Nou, het hoort erbij, hè. Dan kunnen we nog gewoon een rondje doen. Ik zeg, laten we kijken of we nog in een klein attractietje kunnen. Daar staan zelfs wachtrijen voor. Dat is... Ja, ja, klopt. Ah, altijd, man. Influencers, altijd aandacht. Altijd eventjes op de achtergrond zwaaien en dan daarna zeggen van ja, ik wou niet in beeld. In de attracties. Ik vlog. Veel plezier. We de feesttoiletten uit en we gaan weer teruglopen. We gaan nog een klein rondje lopen en dan gaan we naar de Express. Westside! Zo, dan lopen we de Express binnen. De enige binnen wachtrij van het park. Ik denk dat het een beetje een doorloop gaat worden naar het station toe. Ik vind dit altijd een van mijn favoriete attracties, omdat dit tenminste wel gedecoreerd is. Maar we gaan het gewoon doen. Het is een soort station, Glenbrook Station. Zoals je ziet, geen wachtrij. Nou, dat is voor mij park altijd heel fijn, geen wachtrij. En ja, we gaan even een stukje verder lopen en dan gaan we de attractie in. Schrik je wel altijd. Wij gaan de Express in. We hadden nog 35 minuten om naar Condor te gaan. En nu zijn we de Draco in geweest. En nu hebben we nog maar 1 minuut. En zijn we aan de andere kant van het park. Nou, in ieder geval, we hebben 30 minuten speling. Want je mag 30 minuten de QR-code gebruiken om naar binnen te gaan. Dus we gaan snel daarheen. Draco was best wel geinig, hè, Sven? Ja, ik zeg vanmiddag nog een keer. Ja, ja, ik zie allemaal de Condor. Eerst even door deze niet gedecoreerde poort heen, of niet gerenoveerde poort. Nou, de Condor, de nieuwe treinen, felroze. Dus ik ben heel benieuwd hoe die gaat zijn en hoe die gaat voelen. Want hij moet veel smoother worden. Maar ja, of dat het echt zo is, ik zou het niet weten. Ik ook niet. Ik ben heel benieuwd. Ik ga er eigenlijk niet meer vaak in, omdat ik de laatste kans al heb gegeven. Maar voor deze keer maak ik nog 1 laatste kans voor Condor. Ingangsgebied, entreegebied van Condor is wel een stuk beter geworden. Het is opnieuw geverfd. En zo te zien is er haast geen rij. Nou, we moeten de QR-code pakken en dan kunnen we daar hier gaan scannen. Nou, zoals je ziet, zijn we ook een nieuwe testseat. Roze, niet mijn kleur. Of tenminste, ja, ik vind het wel een mooie kleur, maar niet voor een stoeltje van een oranje baan. In ieder geval, die hebben ze hier staan. Daar gaan we voor de laatste kans van El Condor. Als hij nou niet smooth is, ga ik er nooit meer in. Ja, dat is duidelijk. Daar ben ik gewoon heel duidelijk over. Ik vind het gewoon echt niet fijn baantje. Ik kreeg al het hoofdpijn in. Maar ja, voor deze keer 1 kans nieuwe trein. Ik zal die nieuwe trein nog even laten zien. Want als hij daar in het station zit, zullen jullie hem beter kunnen zien. In ieder geval, we gaan naar het station toe lopen. Kijk, zoals je hier ziet, hebben ze ook wat nieuwe decoratie. Het station ziet er al veel beter uit. Een beetje met wat vlekken die naar beneden gaan. En er staat chill op. Dus ja, weet je, ik ga er ook gewoon met een chill gevoel in. Of ja, chill gevoel. We gaan het zien of ik er met chill gevoel uitkom. Dat is het belangrijkste. Ja, zoals je ziet, ze hebben echt wel veel dingen. Ik was hier zien in de losse karren al. Maar van binnen ziet het helemaal niet verkeerd eruit. Ik heb gehoord dat die voorin beter is dan achterin. Gelukkig zitten we helemaal voorin. Kijk, dit zijn de nieuwe treinen. Dat zijn roze treinen. Waar ik ervan vind op die oranje baan. Ik weet het niet zo goed, maar we gaan erin. Tot zo. Zoals je ziet zijn we de Condor uit. Nee, hij is niet beter geworden volgens mij. Ja, hij zal iets smoeder zijn, maar hij doet echt heel veel pijn. Dit was echt de laatste keer dat ik in was gegaan. Ja. Echt de laatste keer. Ja. Ik heb de laatste kans ook vergeven. Maar ik ga gewoon wachten op een retrack en anders zie je mij hier niet meer terug bij de Condor. Ik film het nog 1 keer, dan komen de mooie roze treinen aan. Maar hij is niet smooth geworden. Zeker niet. Oké, ik ga jullie even een korte update geven wat wij nog gaan doen.
We hebben nou eigenlijk alle 8 baantjes al gedaan die we wilden. We hebben net Condo gedaan, dus we hebben wel verdiend een smooth baantje verdiend. Dat wordt namelijk een tamed. Ik ga mijn camera wegstoppen, want ik ga zelf nog even genieten. En dan zie ik jullie dadelijk nog als ik nog een andere achtbaan ga doen. Of als ik misschien bij de uitgang weer sta. In ieder geval, ik ga nog even genieten. Voordat we een tape in kunnen, duurt het nog wel even. Dus we gaan het treintje. Duurt het nog wel even? Duurt het een halve dag? Nou Sven, waar staan wij? Is dat een vraag? Wij staan bij Los Grefti. Nou, ik heb toch mezelf bedacht, ik kon nog reserveren. Dus ik ga nog even Los Grefti in. Jij had er echt geen zin in, hè? Ik ga ook niet mee. Oké, ja. Hey, prima, dan ga ik even een keer alleen en daarna is het dag daarna er weer op. Daarna wil ik jouw reactie wel eens zien. Ja, die reactie ben ik ook wel benieuwd naar. Jij zegt dat hij heel ontsmoet is. Ja, was in het begin was het echt een super baantje. Maar ja, wat ik net zei, het is helemaal niet meer zoals het begin. Ja, ik zal erachter komen, dus ik zie je daar weer. En de losse Grefti uit en ik snap wel wat Sven bedoelde. Ik ga even kijken waar die is. En dan, ik ga hem ook gewoon eerlijk vertellen dat ik wel een beetje spijt van heb dat ik in ben gegaan. Want hij is niet meer zo smooth als eerst. Helaas. Staat hij hoor. Nou, ik ga het eerlijk toegeven, ik heb wel spijt. Dat snap ik heel goed, maar je gaat nog meer spijt hebben. Hoezo heb je? Nee. Ik heb Condo geregeld. Nee, meen je dat? Ja. Was er zo weinig wachttijd dan? Ja, over 2 minuten kunnen we instappen, want het park sluit over 5 minuten. Maar sorry, kijk, ik had ook gezegd, ik wil er eigenlijk niet meer in. Maar omdat we hier toch zijn en het is niet druk, dacht ik van laten we gewoon nog een keer een attractie doen. En de enige die open stond was Condo. Ik denk dat jij maar mooi alleen gaat. Nee. Oké, ik heb gezegd dat het de laatste keer was. Maar dan sluiten we gewoon de dag even goed af met een stroefritje. Wat heb ik aan jou als vriend? Echt man, Condo reserveren, serieus? Weet je wat het is? Ik zei ook dat ik er nooit meer in ging. Dat gaat ook nooit meer gebeuren hierna. Maar omdat het... Ik doe het gewoon omdat Condor een nieuwe trein heeft, gun ik ze gewoon nog een ritje. Hey, is dat een goed excuus? Ja, nee. Waarom zijn pretparkvloggers altijd zo fanatiek in attracties? Echt, ik moest er nooit aan beginnen. Echt, dan gaan we weer een nieuwe trein van de El Condor. Nou, daar word je echt heel blij van. Ik het tenminste. Oh nee, in het midden. Hij zit mee stroef, zeggen ze. Dan hebben we weer het laatste ritje gedaan, de Condor. Midden moet je hem al helemaal niet doen. Echt bedankt ervoor dat jij het hebt gereserveerd. Ik ben er super blij mee. Maar ik wil gewoon nog een attractie doen. Ja, maar dit ding... Dat hadden we niet moeten doen, hè? Nee, dit ding niet meer. In ieder geval, we hebben vandaag gekeken naar de nieuwe treinen van de Condor. Afgeraden, gewoon niet doen. Untamed was leuk, voor de rest was alles leuk. Los Grefti is ook minder smooth geworden. In ieder geval, ik ga de video afsluiten. Doe zeker even duimpje omhoog. Doe even reageer beneden. En dan zegt Swenergy, tot de volgende video. En ga niet een Condor. Later!